namens het bestuur, directie en de medewerkers van Herakles Almelo heet ik u van harte welkom bij de nieuwjaarsreceptie van Herakles Almelo. Op de nieuwjaarsreceptie, moet ik zeggen. Maar in het bijzonder wil ik toch graag de directie van onze hoofdsponsor Assito welkom heten en onze burgemeester en wethouders die aanwezig zijn. Volgend jaar is Jan Smit op erevoorzitter benoemd en ook dit jaar hebben we aan het eind van mijn speech nog goed nieuws voor u. Nu wil ik toch graag even naar voren hebben, Robin, als aanvoerder. En ik wil graag een applaus voor Robin Brugman. Robin, ik denk dat iedereen benieuwd is eigenlijk hoe het met je gaat. Dus misschien dat je dat nog even aan kunt geven. Want met jouw blessure speel je dit seizoen nog. Kom je in februari al terug. Nee, allemaal niet. Het gaat in ieder geval goed. Staat voor mijn blessure staat 9 maanden. Dus die ga ik ook zeker volmaken. Dus ik ben, als het goed is, volgend seizoen ben ik erbij. Als het goed is, zeker. Ik geef een kleine hint, want dat is het fantastische nieuws wat wij vandaag ook te melden hebben. We hebben zojuist de overeenkomst met Robin Brugman voor een jaar verlengd met een optie voor nog een jaar. Dus ook aankomend jaar zal Robin Brugman directief zijn. En voor ons club. Wij zijn Herakles. Proost. Goed 2019. Dank u wel. Wenn wir dann 3 Punkte holen, dann müssen wir vielleicht einen Tag Freude haben, aber dann müssen wir uns das nächste Spiel konzentrieren, denn am Ende wird abgerechnet und nicht bereits jetzt schon. Aber Sie denken noch nicht an die Punkte, die Herakles holt am Ende der Saison? Nein, das ist das Schlimmste, was einer Mannschaft passieren kann, dass sie zu weit wegschaut. Sie muss immer auf den nächsten Gegner schauen, denn das ist das Wichtigste, der nächste Gegner. Het doelpunt tegen Ajax, je noemt het al even, was een fantastisch doelpunt. Ja, het was een mooi doelpunt. Ik kwam in een momentum dat ik weet dat ik kan scoren. Ik wil dat meer doen. En ik hoop voor de tweede seizoenhelft dat ik meer deze doels maak. Maar voor mij is elke doel zijn doel. En als ik kan helpen het team voor 3 punten, dan ben ik blij. Dus ik moet niet een mooi doel scoren. Als een doelscorer ben ik blij. We spraken net met Christoffer Peterson. Hij was niet tevreden met zijn 3 goals. Er hadden er meer moeten zijn. Ja, nou ja, het is mooi om te horen dat die jongen kritisch is en dat hij natuurlijk open staat voor verbetering. Ja, dat weten we natuurlijk dat hij kritisch is. Hè. Je werkt er elke dag mee en dat is mooi om te zien. En, nou, voor mij mag hij de lijn doortrekken en nog meer gaan scoren, want dan is hij ook weer van belang voor het resultaat.